is vandaag de multimedia tour die vanaf heden eigenlijk voorhanden gaat zijn in het Openluchtmuseum Middelheim op dus de GPS Ranger, wat eigenlijk een draagbare computer is waar je dus een aantal artistieke interpretaties op kan bewonderen. Super plezant dat wij onze eigen interpretatie aan deze werken mochten geven, want ja, je denkt er wel zo eens een keer over na, maar nooit echt concreet. En dat was wel super tof dat wij echt gewoon van ja, wij vinden deze ervan. En voilà, ik vind dat er toch nog wel coole dingen van zijn gekomen. Deze PDA's komen van actietour en dat is de eerste keer in Europa dat het toegepast wordt in het Middelheim Museum. Er komt een persoon aan, iemand wil een PDA huren. We checken die persoon in, op naam, we vragen het paspoort, de persoon krijgt de PDA mee. De PDA wordt, ja, we doen op start, de persoon gaat naar buiten en het wordt automatisch gestart. Je krijgt een plannetje te zien, ook de positie waar je staat. En dan kan je lopen naar de beelden en dan zie je zelf hoe je beweegt. En op een bepaalde afstand, dat kan vastgelegd worden, vanaf zoveel meter beginnen de beelden vanzelf af te spelen. Aan de andere kant kan je ook thuis via je mobiele, via je smartphone, kan je thuis eigenlijk heel die multimedia tour downloaden. Het wordt allemaal echt stap voor stap uitgelegd hoe je ermee moet werken en ja, hoe dat het werkt. Dus het is echt wel het is heel simpel, heel gebruiksvriendelijk.